Herman, goedemorgen. We zijn hier in het gebouw De Plomschuur, Stichting De Voort. Vandaag organiseren jullie een open dag in samenwerking met de Windezuin. Maar vertel eens, Stichting De Voort, wat doet die precies? Nou, wij bieden dagbesteding en begeleiding aan mensen met een beperking, verstandelijk, fysiek of met een psychiatrische beperking. En dat doen we op een hele creatieve manier, op een hele gelijkwaardige manier. En nou, hier op deze locatie is van alles en nog wat te doen voor de mensen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, gewoon creatief. In de keukenactiviteit, we hebben natuurlijk een moestuin, een dierenweide. Maar we proberen ook wat out of the box te denken. Dus we bieden ook Goldstein trainingen, sociale vaardigheidstraining, ismagogie, bewegingsleer voor de mensen. Hoe moet ik zitten, hoe moet ik staan? Maar we werken ook samen met de sportschool, waar mensen ook onder begeleiding kunnen trainen. Echt een uitgebreid pakket. Ja, een heel uitgebreid pakket, omdat we merken dat de dingen zijn waar mensen behoefte aan hebben. Dus proberen we heel goed naar te luisteren. Maar daarnaast, kenmerkend voor Stichting De Voort, is dat we heel erg samenwerken met de ondernemers. Bedrijven, winkels, dus we hebben ook stageplekken bij verschillende partners in Deemsvaart. Dus die mensen weten ook hun weg naar ons te vinden. Nou ja, en we merken dat er nog op meerdere vlakken behoefte is. Onder andere ook aan 24-uur zorg in een woonvorm. Dus daar zijn we ook druk mee in gesprek met de Vesten. Maar ook mogelijk dat hier toch oudere mensen ook nog een dagbestedingsplek kunnen vinden. Omdat we hier wel iets bieden dat in Deemsvaart nog niet echt aanwezig is. Maar voor meer informatie, waar kunnen ze dan terecht? Maar in principe op onze website www.stichtingdevoort.nl. En De Voort is natuurlijk met OA, zoals iedereen dat hier wel weet. En daar staan de telefoonnummers op of je kunt ook een mailadres gebruiken. Martijn, je komt van Windezuin uit Zwolle. En jullie doen dit als een project of als een opdracht? Dat klopt, wij doen dit als opdracht. Voor een vak op school gaan wij, organiseren wij een open dag. En doen wij dit keer voor een maatschappelijk doeleind. Stichting De Voort. Klopt, klopt, klopt. Ja, want hoe is jullie samenwerking met deze stichting ontstaan? Nou, een familielid van mij die heeft hier doet die vrijwilligerswerk. En vandaar dat ik het een beetje ken. En zo ben ik een beetje hiermee in contact gekomen. En vandaar dat we deze samenwerking zo zijn aangegaan. Ah, maar welke opleiding doen jullie op Windezuin? We noemen de opleiding Technische Bedrijfskunde. Technische Bedrijfskunde. Klopt, klopt. En hoe kan ik dan die link zien met dit hier? Hoe moet ik dat zien? Nou, het vak heet zelfstandig ondernemen. En het gaat er daarbij om dat je zelf een product ontwerpt. Nou, wij hebben daar niet voor gekozen. We dachten we willen iets voor iets maatschappelijks doen. En daarvoor hebben wij een open dag, zodat mensen echt via onze competenties, wat wij goed kunnen, een succesvolle open dag te creëren. Martijn, succes. Ja, dankjewel. Veel plezier vandaag met de deelnemers. Kom goed, dankjewel.